dan die vanavond om 00 uur ingaat, is het extra druk aan verschillende winkels in het centrum van Devensvaart. Voornamelijk cadeauzaken, drogisterijen en ook drankgelegenheden zien we wachtende rijen, wachtende mensen ook, zag ik bij de juwelier, een rij wachtende mensen. Er zijn ook mensen die extra voorraden inslaan, omdat de lockdown tot en met 19 januari 2021 van kracht is. En dit is een landelijk beeld die we vandaag zien. In de reportage zie je een sfeerbeeld van het Centrum voor Levenswaard, waarvan duidelijk te zien is dat het drukker is dan op een normale maandagmiddag.